Dit is het verhaal van mijn buren. De Joodse families die tot 1942 in de huizen om mij heen woonden. Wat kan ik nu na zoveel jaren nog vertellen over deze 5 gezinnen, over 29 personen uit de Haddingestraat in Groningen? Ik weet inmiddels dat slechts 2 jonge mannen de oorlog overleefden. Isaac van Dam, die op nummer 40 woonde, maar die ik niet terug kan vinden. En Max Marcus, mijn buurjongen van nummer 38. Hij is overleden in 1979, maar zijn kinderen, Betsy en Henk, heb ik wel teruggevonden. Of beter gezegd, zij vonden mij. Wat weten zij nou van het gezin, van hun grootouders, die naast mij woonden? Niks. Helemaal niks. Helemaal niets. Nee. Nee. Ik ben er ook voor, nou, misschien voor 15 jaar geleden pas achtergekomen dat het nummer 38 was. Heb ik via, ja, hoe heb ik dat gedaan, weet ik niet meer. Het is al heel lang geleden. Ja. Toen kwam erachter dat het 38 was. Tot jij op de televisie kwam en ik hoorde van, hey, nummer 38, dat was wel mijn opa. Er woont dan ook nog een Salomon David de Vries in huis. En ik dacht dat dat een schoonvader was. Mijn oma heette de Vries van achternaam, ja. Dus dat kan best. Ja, dat ligt natuurlijk aan hoe oud deze man was. Ja, dat heb ik nagekeken. Het is dus haar broer. Oh, nou dat heb ik ook niet geweten. Nee. Jij ook niet. Nee. Maar wisten jullie überhaupt dat er nog iemand in huis woonde? Nee. Wat ik al eerder vertelde, er werd eigenlijk niet over gepraat. Je kunt wel zeggen weinig, maar eigenlijk zo goed als niets. Zo goed als niets. Dus ook niet, mijn vader, die praatte daar in principe niet over. Waarom weet ik niet. Marcus, die meestal Max werd genoemd, die sprak na de oorlog maar heel erg weinig over zijn belevenissen. Hij heeft het verhaal misschien 1 of 2 keer aan zijn kinderen verteld. En die waren toen 1 jaar of 10, 12, dus hij zal niet alles hebben verteld. Zijn kinderen weten echt maar heel erg weinig wat er met hem tijdens de oorlog is gebeurd. Maar als ik een poosje ga graven in archieven, kom ik allerlei aanwijzingen tegen waardoor ik zijn verhaal kan reconstrueren. Ik zal het u vertellen en tegelijkertijd zal ik u ook vertellen wat er met de rest van mijn buren gebeurde. In juli 1942 werden alle Joodse mannen uit Groningen naar werkkampen gebracht. Bram en Max Marcus naar de Fledders onder Norg. Daar moesten ze woeste grond ontginnen. Maar hun verblijf daar duurde maar een paar maanden. Op 2 en 3 oktober werden ze naar Westerbork gebracht. En de vrouwen die waren al die tijd in Groningen? Ja. Ja, en dat was dus het hele idee erachter. Omdat die mannen opgesloten zaten, durfden die vrouwen en die kinderen eigenlijk ook niet onder te duiken. Want wat zou er dan met pa of met broer gebeuren? En deze vrouwen en kinderen, die werden van 2 op 3 oktober, 's nachts gebeurde dat, van het station hier ook weer naar Westerbork vervoerd. Dus op 3 oktober kwamen de gezinnen weer bij elkaar, maar dat was wel in Westerbork. En dit geldt niet alleen voor mijn buren. Vrijwel alle Groningen Joden kwamen begin oktober aan in Westerbork en het overgrote deel wordt dan binnen 14 dagen weggevoerd naar Auschwitz. Onbegrijpelijk snel. En dat heeft te maken met het feit dat op dat moment het kamp overbevolkt is. Want al die duizenden mensen komen hier binnen in een kamp dat er niet voor gebouwd is. Want het was als een dorp, een stad op de heide gemaakt voor een paar honderd mensen. En er komen in één keer duizenden binnen. Er worden wel barakken bij gebouwd, maar het is gewoon te vol, te veel. En dus gaan de mensen die eigenlijk het laatste binnen zijn gekomen en het minste binding hadden, dus met het kamp, die gaan ook als eerste op transport. Want de mensen die eerst in het kamp Westerbork kwamen, die kwamen in het ziekenhuis, in de bakkerij en dat soort die dingen. Die hadden gewoon een baantje, ja. De meeste van mijn buren vertrokken op 16 oktober 1942 met transport 28 naar Auschwitz. Het was een enorm transport vanuit Westerbork. Meer dan 1700 mensen in 26 wagons. Geperst, kun je echt wel zeggen. Moet je voorstellen wat voor toestand dat moet zijn geweest om daar 3 dagen in te zitten. Op 19 oktober kwamen ze aan in Auschwitz en er is een klein verslagje van bewaard gebleven. Uit het dagboek van een SS, dokter Kramer. Die was getuige bij die vergassingen en hij schrijft in zijn dagboek, als je dit Nederlands vertaalt. Aanwezig in ruw koud weer deze zondagmorgen bij de 11e Sonderaktion. Vreselijke scènes met 3 vrouwen die ons smeken om het naakte bestaan. Wie waren dat? Mijn buurvrouwen misschien? Bijvoorbeeld het gezin van Aaron Levi van Dam, dat om de hoek in de Nieuwstad woonde met al hun kinderen. Die gingen op die dag allemaal rechtstreeks na aankomst de gaskamer in. Aan het eind van de dag waren er van mijn 29 buren 19 dood.
Maar niet alle gedeporteerden kwamen in Auschwitz aan. Een grote groep, vooral jonge sterke mannen, werd 60 kilometer eerder uit de trein gehaald. Er waren dus werkkampen die hadden gewoon werkkrachten nodig. Dus toen werden mannen uit de trein gehaald bij Kozel. In het herinneringscentrum Kamp Westerbork heeft men een database van alle gedeporteerden. Er zitten bijvoorbeeld de Rode Kruisdossiers in die na de oorlog zijn aangelegd. Met behulp van José Martin ga ik door alle bestanden om te kijken wat er met die mannen is gebeurd. Kozel 24 overleden na 1942 en uiterlijk op 31-3-44. Daar hebben we dus weer die 31 tussen de tijd in Silesië. In een der arbeidskampen in Silesië. Ja, ja. Binnen een half jaar zijn ze vrijwel allemaal, inclusief mijn buurman Bram Marcus, dood. Alleen zoon Max is dan nog in leven. Die is terechtgekomen in het concentratiekamp Bobrek, waar hij vliegtuigelektronica moet assembleren. Het is dan voorjaar 1943 en hij moet nog 2 volle oorlogsjaren zien te overleven. Uiteindelijk komt hij meer dood dan levend in 1945 terug naar Nederland. Het verhaal van Max Marcus, mijn laatste overlevende buurman. Morgen in het laatste deel van Het waren mijn buren.